roosten is moeilijk. Sterker nog, roosten is zo moeilijk dat zelfs comedians het niet altijd kunnen. Kiel de Winter, mij met AIDS. Nee, viel die niet? Maakt niet uit. Monteren we een lachje onder. Gelukkig gaan we vandaag niet kijken naar comedians die roosten. Maar naar YouTubers die roosten. Want dat kan alleen maar goed gaan. Oké, de video heet The Roast of Dutch Performante. Geen zorg als je niet weet wie Dutch Performante is. Ik ook niet. Nou, dames en heren, we zijn nu in het theater, Kubus Theater in Lelystad. Zometeen komen alle vrienden, familie, kennissen. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Wel echt een beetje zenuwachtig, want het is voor mij de eerste keer en dan ook nog eens met publiek. Dus ja, we gaan ze even opwachten. Let's go. Hè? Wat? Hoe de fuck leg je niet in de intro uit wat je gaat doen? Het is een roast. Was je even vergeten te zeggen, ze gaan vandaag elkaar roosten. Dames en heren, welkom bij de Roast of Dutch Performante. We hebben drie van de beste en grootste YouTubers van Nederland. En Mees Dix. Misschien, hey, ik zeg maar wat hoor. Maar misschien handig om je gasten dan ook neer te zetten. Nu hebben we toch geen idee over wie je het hebt. Oké, ik heb al een klein stukje van de show gezien. Dat kwam door een TikTok die ik zag. En de gasten zijn Milan Knol. Don de Jong, dat is de koning van How Can I Make This About Me. Jongens, ik ben terug hoor van Boedapest, ondanks die oorlog in Oekraïne. En oh ja, vliegen op 9/11 voelt raar. En geen idee. Volgens mij, van het stukje wat ik heb gezien, om een paar grappen te begrijpen, moet je weten dat hij onderbroeken verkoopt. Hij begon trouwens met roosten. En mensen, ik waarschuw. Je cringe-spier gaat gewoon een backflip maken. Nee, oké, wacht, ik wil het niet te negatief indelen, want ik weet dat ik niet de doelgroep ben. Dus ik ga het niet super negatief maken. Ik blijf positief. Hey Milan, ouwe brombeer. Goed om je weer eens te zien. Want ik kijk al jaren niet meer naar je kanaal natuurlijk. Waarom? Iedereen kent natuurlijk wel waar Milan bekend om staat, dat is Ik Wil Fietsen. Dat weet iedereen wel, iedereen kent het nummer Ik Wil Fietsen. En, maar ondertussen rij je best wel in een dikke auto. Het is toch wel een beetje tegenstrijdig, hè? Best leuk. Hey, ik hou me in. Maar dat is de joke. Je hebt een liedje gemaakt over een fiets, maar nu rij je een dikke auto. Waar de fuck? Dat was de joke. Alsnog vet boos worden. Nee, oké, sorry. Ik zweer, als ik nu mijn best ga doen om slechtere grap te schrijven, lukt dat me niet. Dat lukt me gewoon. Milan Knol. Mensen, hij zegt altijd wel, ik ben Milan Knol, ik ben een man. Maar, dan denk ik van, maar als je, hè, toch, dat je er zo uitziet. Welke man die je voor het laatst hebt gezien, dacht je van, Milan Knol? Quinn, leuk om jou hier ook te zien. Ik ken Quinn al bijna mijn hele leven. Daar wil ik niet te veel over vertellen, want dat doe ik liever bij mijn psychiater. Ik word helemaal gek van het is verschrikkelijk. Is de punchline dat hij door hem naar een psychiater moet? Dan was het echt heel slecht overgebracht. Ik heb een beetje het gevoel dat ik kijk naar een Je Moeder aflevering. Alleen het grote verschil is, dat is gebaseerd op een Amerikaanse show en geacteerd. Zou dit ook geacteerd zijn als dit een parodie is op de echte roast? Briljant! Maar ik betwijfel het. Ik kwam altijd, elke donderdag kwam ik bij Quinn thuis. Totdat Quinn een verslaving kreeg aan het Habbo Hotel. Dat is het meest verschrikkelijkste spel dat ik ooit heb meegemaakt. En hij heeft zelf Habbo Hotel op zijn cv geschreven als zijn horeca-ervaring. Oké, ik heb het heel zwaar. Oké, we stoppen met Mees Dix. Hij is saks in dit. Saks Dix. Hij heeft Mees Dix. Ik neem aan dat ze daar heel veel grappen over gaan maken. Er was nog één grap van hem. En die zag ik ook op TikTok. Die wil ik nog even kijken. Die stond me ergens op. Wacht, check dit. Ja, en Don, zoals jullie meest weten, heeft Don een hele leuke ex. Sorry gehad, maar ik moet toch even kwijt. Joetje had eerst met Gio, toen met Don. En nu zit ze op een bank zitten. Joetje is als een soort skipperbal door de YouTube-community gegaan. Ik was daar verbaasd over. Ik wist niet dat de kut kon stuiteren. Dat was de joke. Het slaat nergens op. Deze slaat nergens op. Je kon zoveel grappen maken over haar. Joetje is voor YouTubers net als een joint. Hit, hit, pass. Maar een stuiterende kut? Ik snap gewoon niet. Goed, we gaan door. Nou, toen kwam die host weer terug op het podium, zei hij dit. Dit was wel goed, Mees. Dat is voor jou net niet dan. Wat? Dat is voor jou net niet dan. Ja, ik weet nog niet geluisterd. Oké, jongens. Mees Dix, dames en heren. Mees Dix, zijn achternaam is Dix, omdat hij zuigt. Mees. Nou.
Een soort van, bijna. En Piemel zuigt niet. Piemel wordt gezogen, dus hij klopt niet helemaal. Zou ik gewoon vanaf nu de grappen verbeteren of is dat heel kut? Fuck it, ga het gewoon doen. Ik zou zelf iets hebben gezegd over al hun achternamen. Ik gewoon zeg van, nou, ik heb hier allemaal mensen uitgenodigd die een passie hebben voor hun achternamen. Milan, die houdt van knollen. Kijk maar naar zijn vriendin. Don, die valt op jonge vrouwen. Ah nee, dat is zijn ex. Weet je wel, die ene die wel Joeltje kon laten klaarkomen. Mees heeft een passie voor... Je hoeft niet eens zijn achternaam te zeggen. Iedereen weet dat zijn achternaam Dix is. Heb je Milan meegenomen? Heb je Joeltje meegenomen? Mees is echt een soort wonderkind. Hij heeft laatst zelfs 2 diploma's tegelijkertijd gehad. Zijn diabetes A en B. Dat was een leuk... Waarom lacht hier nou weer niemand om? Don gaat stuk om dit. Don, wat goed dat je hier aan meedoet, man. Nu kan ik je eindelijk een keer spreken, want op WhatsApp reageer je toch nooit. Fuck. Maar lacht niet om deze joke. Dit was nog een best wel oké joke. Nou, toen was Milan Knol aan de beurt. Nee, Shahid is wel heel leuk. Shahid heeft 2 wc's en een hele badkamer voor mij gesponsord. Echt super bedankt. Het fijne daarvan is dat als ik nu naar de wc ga, dan maakt het de poepen zoveel lekkerder gewoon. Ik weet gewoon, gratis. Ik heb zelfs een hele speciale... Ik heb een wc en een badkamer van Shahid gekregen. Dat is fijn, want dan is zijn content niet het enige waar ik op scheid. Klaar! Maar als je wil weten waarom Don's filmpjes zo traag overkomen, komt dat door zijn pacemaker. Vraag je, Shahid, heb jij die pacemaker van Don gesponsord? Nee? Hoe de fuck heeft Mees daar geen grap over gemaakt? Hij heeft een pacemaker! Fuck yeah! Want zo'n pacemaker, dat is best wel een cool feitje, voor iedereen die het nog niet wist. Een pacemaker die gaat 7 jaar mee. Ook meer dan genoeg trouwens, toch? Want tegen die tijd ben je toch niet meer relevant. Dus. En over 7 jaar zijn je kijkers eindelijk 13. Die hebben dan echt wel beter te doen, hoor. Die hebben echt wel beter te doen. Nee, helemaal niet scherp. Ik had hem andersom verteld. Je pacemaker, die gaat 7 jaar mee. Nou ja, is meer dan genoeg. Want over 7 jaar zijn je kijkers toch wel 13 en ben je niet meer relevant. Oh ja, trouwens. Als je doodgaat, mag ik dan je Lambo? Ah, nee, kan niet. Want het is een leaseauto. Ik weet dat Mees een zwak heeft voor wat oudere vrouwen. En dan bedoel ik fysiek oudere vrouwen, want qua geestelijke leeftijd is iedereen ouder dan Mees. Beat my boxer, vet merk, super sick, maar beat eerst even je obesitas, pik. We hebben er eentje, mensen. Woe! Lekker bezig, Milan. We zitten ook al op minuut 11. Gewoon pas na 11 minuten een goede grap. Ik ben naar jou de site gegaan, Beat My Boxer. Er is geen foto van jou. Marketing. Ja, er is geen foto van jou. Dus dan zijn er 2 opties. Of de fotograaf had geen groothoeklens bij je. Oké, hij is simpel, maar goed, nice. Of de hoeslakers waren op. Oké, Milan eindigde goed. Ik begreep niet alle grappen, daar ken ik ze niet goed genoeg voor. Goed, hierna was Quinn aan de beurt, deze guy. En hij zei eerlijk, aan het begin vind ik dan wel weer nice, dat hij hulp kreeg van de schrijver. Sheet had gelukkig wel een of andere gast ingehuurd die mij heeft geholpen. Met een paar leuke verhalen en een paar leuke roast. En alsnog was het mooi. Mees was dus niet op de hoogte van het concept dat pannenkoeken worden gebakken in een pan. Nou, we komen weer bij Don. Dat was het. Hij ging gewoon vertellen over een verhaal dat Mees vroeger, waarschijnlijk toen hij fucking 5 was, niet wist dat je pannenkoeken in een pan bakte. Hij ging daar nog elke dag stuk om. Hier kan ik nog steeds elke dag stuk om gaan. Oké. Nou, we gaan naar de volgende. Dat is Don. Don, de mentaal 12-jarige in het lichaam van een 12-jarige. Fuck it, ik doe gewoon mee met de roos, want zij doet het niet. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben blij dat ik er mag zijn. Ik heb er zin in. De spanning zit er lekker in, hè, Shahid? Komt goed uit je woorden al de hele tijd. Mees, ook fijn dat je... Oké, dat vind ik een leuke opmerking. Maar nee, Mees, ook fijn dat je hier bent. We zijn enorm dikke vrienden. Of beter gezegd, je bent gewoon dik. En ik hoop dat ik je vriend ben. Dus 2 dingen zijn wel heel kut hoor. Ten eerste, de joke. Zeg gewoon, maar hou het simpeler. Mees, we zijn enorm dikke vriend. Jij bent mijn enorm dikke vriend. Klaar. Plus, je kan niet 2 seconden nadat je iemand burnt omdat hij niet uit zijn woorden is gekomen, zelf niet uit je woorden komen. Dat is kut hoor. Ik hoop dat ik je vriend ben. Weet je wat, ik zou deze video positief blijven. Dat is mislukt. We hebben dan samen een onderbroekenmerk, Beat My Boxer. Doe ik heel graag met je. Maar ik ben het alleen niet eens met de laatste keuze dat we binnenkort ook voor jou BH's moeten gaan verkopen. Yeah, baby! Grap 2 die al oké is. In 22 minuten. We gaan lekker, jongen! Ik ga hem gewoon uitmelken ook. Ja, heel veel meer ga ik niet meer vieren, denk ik.
BH's voor dikke mannen. Maar je kan wel degelijk iets, maat. Je kan wel degelijk iets. Je zit altijd te klussen, te gamen, te interviewen. Je kan alles, maar het enige wat je dan niet kan, is gecast worden voor een shampoo-reclame. Want kijk eens naar dat haar. Zijn het noedels of... Hoe is dan een roast? Hey, je kan alles, behalve reclame maken voor een shampoo. Hey, je bent fucking knap, maar net iets minder knap dan Leonardo DiCaprio op zijn primetime. Dat zijn geen roast. Ik vraag me altijd af, en dat jullie ook wel hebben, waarom is Milan zo wit? Nou, hij kan niet in de zon zitten, want hij loopt in Enzo's schaduw. Kijk, dit is echt een goede grap. Dit is de enige goede grap van deze hele fucking video. Een grap? Gejat van Emilio Guzman. Geschreven over zijn broer Javier Guzman. Nou goed, kan gebeuren, hè? Iemands grap stelen. Nu een grap die je zelf hebt geschreven. Ik kan jou eigenlijk beschrijven in één heel simpele manier, met een kledingstuk. Weet je wat? De asociaal. Ik wil dood.